Ja. Zo, daar zijn we weer. Dankjewel, Ingeborg. Heb jij nooit moeite van. Je loopt op straat. We hebben dus, ik weet nog, lange tijd geleden. Dat we ergens in Brugge zaten te eten. Hè? Daar komen de mensen op je af. Hè? Vind je dat wel leuk zo? Om altijd toch ja, de mensen je herkennen. Hoe ga je daarmee om? Ja, het is een luxe probleem, hè? Maar soms, ja, is het beeld dat mensen van je hebben dat ze ontmoeten. Ja. Dus, en daarom ben ik zo blij dat de evolutie er is. Omdat je bij de evolutie op een heel andere manier kunt verbinden. En tegelijk ben ik heel, heel blij als ik in het buitenland ben en iemand glimlacht, dan weet ik zeker dat het is voor mijn essentie of zo. Allee, Ja. dat het, ja, zoiets. Ja, je hebt natuurlijk niet voor niks de evolutie. Je staat ervoor. En ook al kennen ze je niet in het buitenland, dan weten ze. Ja, ze merken gewoon van wat je bent en daar straal je Ja. gewoon uit natuurlijk. Hè? Maar wat de evolutie, hè? Hoe ben je er zo op de naam gekomen in het centrum? Hoe is dat allemaal ontstaan? Wel, het is natuurlijk ontstaan. Dus ik heb het eerste wat ik gevolgd heb is een dryoga-opleiding, omdat ik echt wou iets mee doen en ik dacht ik ga lijfelijk starten. En dat heb ik in Wales gevolgd en toen ben ik heel snel eigenlijk les beginnen geven, maar overal rond zo in. Bij kloosters en in hotels. En dan merk je wel van, het zou fijn zijn dat het een vaste plek is. En dan hebben we eerst iets 5 jaar gehuurd. Zo aan Christus Koning, aan het water. En daar heb ik ja, echt. Allee, voor mij, de naam was iets. Het moet iets zijn waar dat ik dag in dag uit mee bezig ben. En alles wat yoga en meditatie betreft, is om te herinneren wie je bent. En dat is voor mij de ondertitel van evolueren. De evolutie is herinneren wie je bent of wat je bent. Hè? Want het is misschien nog zelfs wat abstracter dan zo'n vorm of een lichaam op aarde. Dus ja, dat is de ondertitel. En ik geloof dat als je je hart volgt en die dingen doet die je vreugde brengen, die je louteren ook, die je krachtiger maken, ja, dan heb je die evolutie. Naar dat puurheid, naar dat pure stuk wat eigenlijk er al was, of zo. Maar dat dan soms kan dichtslippen onderweg. En ik moet zeggen, meditatie heeft mij enorm, enorm geholpen. En ik spreek een beetje in het verleden, omdat ik nu merk dat het een tijd is met corona, hè, dat het de kroon op het werk kan zijn. Maar dat het met de ogen open is. Dat het echt met de ogen open is. Want ik weet heel goed, en dat zullen veel mensen herkennen die graag mediteren, hoe zalig het is om de ogen te sluiten, een heel breed perspectief te zien, te voelen ook. Onze bestemming eigenlijk te gewaar te zijn, dus dat je daar bent. Maar als we onze ogen open doen, is het nog niet altijd zo. En worden we wel verwacht ergens om dat zijnsaspect in de actie te brengen en in de interactie met mensen? En soms moet je daar een beetje grijzer voor geworden zijn of zo. Ja, ik heb Ja, dat altijd snap. gezegd, en met een man ook, je gaat à point zijn, zegt hij zo, als je 55 bent. Wel, ik heb goed nieuws, het is het najaar. Oké. Ja, omdat zo, er is meer vertrouwen of zo, of meer. Openheid en ook minder angst. Heb je ooit mijn droom gehoord? Ik vertel dat soms bij optredens. Oh, vertel als je het wilt. Ja, Ja, het is graag. zo een droom dat ik gehad heb en ik zat in de wiskundeles. En nu moet je weten, mijn wiskundeles was niet zo Oh ja. geweldig hoor. Maar dat was toen nog met van die Venn-diagrammen, die groene plooiende dingen waar je zo kan, zo ovaaltjes tekenen. En de leraar had twee van die verzamelingen getekend op het bord. In mijn droom en hij legt uit, kijk, dit is verzameling A en dit is verzameling V. En ik kon volgen. Dus ik merkte in mijn droom, dat ken ik, hè? Ja, dat zijn twee verzamelingen, verzameling A, verzameling V. En hier zijn mensen, en hij tekent ze allemaal puntjes, mensen die angstig zijn. Dus dat is de verzameling van bange mensen. En deze verzameling, ook allemaal puntjes, dat zijn de mensen die geëvolueerd zijn naar vertrouwen. En de hele bedoeling
van ons lessenpakket vandaag is dat we evolueren van A naar V. Van angst naar vertrouwen. Juist. En dat was het einde van de droom, want toen kwam dit. A, V, A, V, A, V. En zo word ik wakker, Hans. Dus ik word wakker en ik schud met een man wakker en ik zeg A, V, A, V. Want ik was toen heel sterk, en ik doe dat nog elk jaar met mensen, in het moederstuk. Ik vind, dus via India heb ik eigenlijk vooral... Ik was eerst helemaal fan van Lakshmi. Voor mij was dat de godin. Oh ja. Oh ja. De godin van overvloed en Sarasvati. De godin van de muziek en de creativiteit en zo. Dus ik leerde via de Hindoe-traditie die vrouwelijke godinnen-energie kennen. En dan dacht ik, maar wij hebben dat eigenlijk ook. Hè. Wij zijn eigenlijk ook wel met een Maria en Maria Magdalena in onze christelijke traditie. En dan ben ik dus naar Medjugorje gegaan. Dus na zes jaar India... De Chiners, ja. Dacht ik, ik ga toch eens naar Medjugorje. Zo. Dus ik was nog maar net geland in november en ik zei tegen een man, in januari vertrek ik terug. Ga ik naar Medjugorje. Ik wil gaan voelen hoe dat het daar was. Ja. Ik was al met mijn moeder en schoonmoeder naar Lourdes gegaan. Ah ja. En voor mij de moederlijke ervaring van het spirituele... Hè, want ik filter dat dan, hoor. Ik moet dan ook zeggen, ik filter dan zowel om te gaan gewaar zijn over wat gaat dat hier. Het zijn de kinderen. Het is de moeder die eigenlijk haar zoon helpt. Hè, dat die begrepen wordt of zo en niet fout vertaald wordt. Allee, zo. Maar ik ga dan dienen trip. Maar ik zet dan wel mij zo in de stroom van die christelijke stroom, omdat ik dan zoiets heb, ik doe dat evenzeer met de hindoe-stroom of met de boeddhistische stroom. Ik ben zeker niet een behoeder van een richting. Nee, dus je hebt zo mensen die echt zeggen, dit is de enige weg. NLP, dat is de enige weg. Ja. En de juiste weg. En al de rest zijn bloemetjes en bijtjes, maar daar gaat het niet om. Ik heb dat niet. Ik vind NLP heel interessant, maar ik vind het Jungiaanse traject heel interessant en ik vind gedragstherapeutisch werk interessant. Geweldig. En dus, ik woon ook in, je zegt Sint-Kruis, ja, maar ook in Brugge. Dus het is 2 kilometer van het hartje van Brugge. Sint-Kruis hoort bij Brugge. Ik ben een Bruggebouwer ook. Okay, ja. Vanuit respect voor de stromingen en voor de behoeders van stromingen. Maar dus, ik ben zeker geen behoeder. Ik ben iemand die... de link dan legt van India, die mij heel sterk bij die vrouwelijke godin bracht. Omdat ik iedere keer, zij zeggen daar elke ochtend, talk to your divine. Ja, oké. Okay. Maar dan zat ik te denken, maar wie is mijn divine? Zo. Ja, hè. En hoe zie ik dat dan? Want ze zeiden ook, ze nodigden ons uit in de Oneness University om het zeer persoonlijk te maken. Maak de relatie persoonlijk. Want voor mij was dat zo'n abstract gebeuren. Maar maak het persoonlijk. Dus ja, maar als je het persoonlijk maakt, ga ik dan Bhagavan of Amma? Of is dat dan de Christus? Of is dat Boeddha? Of is dat Saint-Germain? Hoe ga ik dat hier oplossen? En dus hier moest ik een hele rij uitnodigen. Want bij mij is dat altijd in mijn innerlijke wereld feest. Iedereen is daar welkom. Mooi. Ja. Dus het zijn altijd... Het is altijd was, veel volk zo. Ja. Dat was de Diksha, hè, wat je daar... Ik heb nog met... toen was Kiara Windruider er ook nog mee bezig. Ja. Dus in Nederland ook heel veel... In het begin met ze samengewerkt. Hè. Echt heel leuk. Echt, heel bijzonder hij, ook. Hè, het dus, is zijn boek dat mij echt gemotiveerd heeft om naar daar te gaan. En ik heb hem dan daarna nog gehoord, als hij er dan weer van terugkwam. Dat is ook zo zalig, hè. Dus dan heb je een bepaalde richting en dan... Ah ja, toch niet. Of ik neem mee wat voor mij geïntegreerd is en het andere laat ik gaan. Ja. Dan moet ik ook wel zeggen, er zijn zo'n paar stromingen. Daar is vooral de Dru-yoga, dat is blijvend geweest. Lichtlichaam ontwaken is blijvend. Ah ja. En Diksha is ook voor mij blijvend. Weet je, het is niet zo heel... Ik geef 1 keer per jaar zo'n inwijding rond Diksha, maar Diksha is ook geïntegreerd. Het is gewoon de eenheidszegening. Het zit in de stem en in het werk dat we doen. Absoluut, ja. Ja, ja, ik heb heel veel ontvangen, hè? Dus de Diksha's. Echt wel mooi. Ja, Kiara nog een tijd bij mij gelogeerd. Dat is ook al lang geleden. Dus, prachtig. Ja. Mooie ziel. Ja.
geweldig. Hè? Dus en dan toch die mooie boeken schrijven. En dus heeft aardig wat geschreven. Maar je had het ook over Emoto. Daar heb ik ook nog mee samengewerkt. Nou ja, ook in het begin ook naar Nederland gehaald. Prachtig. Ja, dat is echt enorm mooi wat hij brengt. Hè? Of bracht, hij leeft niet hier. Bracht, maar. Ja. Daar zijn een van zijn dochters, die woont in Amsterdam. Dus dat weet ik nog wel. Ja. Die nodigde ons uit. Hè. Dus ik was altijd fan van, en zeker met Love and Gratitude, hè, de hoogste trillingen, als je dat dan plakte op een flesje water. En dan zo. En op dat moment dat ik dan de CD aan het voorbereiden was, ik wou dus de verschillende stromingen om mijn eerbied eigenlijk te uiten aan de religies en dan beyond religion elkaar te ontmoeten. Dat lag voor mij achterin zo. Ja. Dus ik hoorde dat bij Roy Martina ergens in Duitsland de Ubi Caritas speelde. Ik hoorde dat dan van mensen. Hè. Ah ja, ze hebben dan Shalom daar gespeeld. En dan krijg ik zo rilling en denk, ah, fijn. Het vindt wel zijn weg zo. Want ook, soms vind je dan Ingeborg, maar dan moet je soms Ingeborg Therese Marguerite Sergeant om Beyond Religion te vinden op iTunes en zo. Maar in elk geval, als ik die cd aan het maken was, was Emoto op dat moment een boekje aan het maken, ook over de verschillende stromingen. Dus bij de persoon die ons eigenlijk in contact gebracht heeft, die zei, jullie zaten op diezelfde trilling op dat moment. Wauw. En toen heeft ze dus zijn zoon de muziek laten testen. En dat waren prachtig. Allee, die staan in het boekje bij de cd. Ja. Hè, voor mensen die nog een cd-speler hebben. Maar die kristallen waren zo mooi. Ja. Zo. En ik vroeg dan natuurlijk, en welke kristal is bij welk liedje? Hey, Bismillah, van de moslim. En hij zei, ik ga het niet zeggen, want dat is wat de mind dan doet. Namelijk, maar dat Lakshmi, hindoeïstisch liedje, is toch wel een mooiere kristal. Dat is wat wij dus doen. Hè? Dus zei hij, ik ga het niet zeggen, want ik wil het gewoon delen, dat we niet weer in dat stuk gaan van vergelijking, of mooier of minder, of dat elke stroming ergens misschien wel de intentie heeft, of wellicht toch, of dat hoop ik in elk geval, om mensen te begeleiden terug naar een essentie. Geweldig, ja. Emoto. Ja, ik vond het heel mooi. Ja, toen ook. Ja. Maar weet je dat ik daar bij Martha Louise dan in Japan plots aan tafel zat? Bij de Noorse prinses die met de engelen spreekt en Elisabeth. Dus dat is, Hans, dat is zo die dingen dat ik zoiets zei. Wacht. Soms gebeuren dingen in mijn leven. En eigenlijk, dat is eigenlijk heel mijn leven al, hoor. Alsof dat ik de hele tijd alleen maar ja moet zeggen. Ja. En ik zeg graag ja. Dus... zij zat dan bij ons aan tafel. Ja, Eric Pearl was daar ook. Dus ik zat daar een ene keer in een internationaal gezelschap. En zij vroeg, ken je een uitgever? En zo heb ik dan haar meditaties mogen inlezen. Van Ontdek je beschermengel. Dus ja, het is een wonderlijke wereld. Nog steeds. Ja. Je had ook een liedje ook voor Geert Kimpe, ook nog van zijn laatste boek. Hè? Meisje aan de rivier, of zeg ik het goed? Aan de oever. Aan de oever, ja. Ik dacht, ik heb ook nog met Geert ook wat dingen samen gedaan. Echt zo'n lieve man ook. Hè? De kabbalist heb ik... Ik was daar zo van onder de indruk. Ja. Om het ook breken met een leraar. Ja, ik was daar midden in dat proces ook. Als je opgeleid wordt door iemand en dan wil je verder, dat is een heel proces. Allee, ik vond, als ik de kabbalist aan het lezen was, dacht ik, dit ben ik echt aan het meemaken ook. Want hij heeft ook moeten breken dan. Allee, er was iets in die groei waar je eigenlijk, vind ik, altijd verwacht dat de leraar dan zegt, goed, doe maar. Veel succes, ga voluit, je krijgt de zegen. Ik vind dat dat enorm belangrijk is. Ik heb dat soms gemist zo. Dus ik kijk daar heel erg op toe. Als mensen niet meer komen naar cursussen, dan ben ik heel blij. En als ik ze nog zie, dan zeg ik, goed, en hoe is het nu? Ik heb eindelijk mijn partner gevonden, Ingeborg, dat ik 9 jaar voor gemediteerd heb. Ik kan dan zo gelukkig zijn en ook helemaal begrijpen dat die mensen dan weer in een andere fase van hun leven zitten. En dat je dat kan zegenen, dat dat goed is. Ja. Dat je net mensen onafhankelijk maakt.
Dat is belangrijk. Ja, hè, dus niet dat ze jaren blijven komen voor hetzelfde. En ja. Hè, dus dat zie ik eigenlijk ook een beetje de huidige tijd. Hè, van iedereen wordt, ja, dat is mijn gevoel, hè, een idee, aan het handje gehouden van wat allemaal nu gaande is. En terwijl het juist ook de bedoeling is om je eigen hart hierin te volgen. Hè, wat er, ja. Hè, dus een, ja. Het lastige vind ik in deze fase nu, maar ik ben daar nog op aan het kouwen, merk ik. En soms in het proces kouw ik dan wel graag een paar maanden. Ja. Van alles, dus ik ben nooit gevaccineerd geweest. Om de eenvoudige reden dat mijn moeder toenertijd, ze had haar dochterke verloren. Ja. Hè? En zij is op dat moment verpleegster, dus ik ben een jaar... En zij is op dat moment verpleegster en zij maakt in haar praktijk daar, alleen in de kliniek, mee dat er kinderen gevaccineerd zijn en twee daarvan sterven. Dus op dat moment zegt hij, in geen geval. Dus wat doet ze? Zij heeft niets van vaccinaties gegeven aan mij, maar dus ook niet aan mijn jongere broer. Dus we hebben niets voor die bokken gehad of zo. Mensen die zo van die plekjes hebben. Ja, die heb ik, ja. Ja, ja. Ja. Dus al dat niet. En ik heb dat zo'n klein beetje doorgetrokken naar Robin. Hè, want die kreeg de hele tijd maar een aanmaning van... Ja, hij is nog niet met dat in orde. En ik had zeg, is dat nu allemaal nodig? En op dat moment leefde mijn moeder nog. Moet dat niet doen, hè? Moet dat niet doen? Dus ik ben al vandaar. Ik kom al vandaar. Dus en ik heb daar geen last van gehad. Ik heb de mazelen gehad. En dat was een hele leuke periode. Okay. Ik was een jong meisje in een gezin van 5 kinderen. Want hè, mijn ouders hebben dan nog een Dieter nog gekregen. Leuk. De periode van mijn mazelen was ik eindelijk een keer helemaal in de picture, in mijn eentje in onze speelkamer, al die 3 broers en mijn zus weg. Dus soms is ziekte ook een hele waardevolle periode. Want ik herinner me nog van mijn kindertijd dat toen, want ik was een heel stil aangepast meisje, dat heel weinig aandacht vroeg. Mijn moeder en vader zijn er altijd, dat is altijd de braafste die... En dan, door die ziekte, kreeg ik in één keer toch wel wat extra aandacht. Ja, ja. Hey. Dus ziekte kan ook een periode zijn om helemaal zo te cocoonen en door een proces te gaan van... Ja. Ja. Dus ook dat is zo... Ja, maar goed. Maar nu zijn we, vind ik, zo collectief worden we gebrainwashed. Hè, van, je bent niet solidair als je hier nee tegen zegt. Tegen het vaccin. En ik heb zoiets, alles in mij zegt nee. Maar alles. En als ik dan hoor van de pas, dan heb ik zoiets, oh, wacht. Ik die zo graag reis van India naar Amerika en terug. Ja. Dat wordt moeilijk. En is dit wel eerlijk of zo? Ja, maar ik denk ook van als er een bepaald percentage, hè, als ze 80% hebben laten vaccineren, dan hoeft het de rest eigenlijk niet meer. Hè. Dus dan, maar hè, ik ben eigenlijk ook bang van, ieder jaar heb je het griepvirus, hè, een griepvaccin wat steeds meer komen, maar ik verwacht dat hier ook zoiets gaat komen. Hè. Dus het COVID-19, maar misschien gaat het allemaal anders heten, maar allemaal Bretonse variant is net naar boven gekomen. Hè. Dus dan krijg je de verschillende varianten misschien. Wat is een kruisvariant of de Gentse variant? Ja, maar de West-Vlaamse variant zijn de optimisten. Hè? Dat is ook een variant, ja. Oh ja, ja. 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 Dat is moeilijk, hè? Dus een... Ja, weet je, Hans, wat ik heb, hè? Ik heb zoiets, ik moet zwijgen, want heel veel mensen zijn bang. Dus vanuit die angst, of vanuit dat wat hen wordt verteld, kiezen zij ervoor. Ja. Oké, dus ik zwijg. Dat is gemakkelijk. Je moet je nek niet uitsteken. Lekker rustig. Mm-hmm. En een stemmetje in mij zegt, ja, maar wacht. Is er ook niet een stuk verantwoordelijkheid om het andere ook mee te geven. Want er zijn heel veel andere signalen. Als je een klein beetje zoekt online, vind je heel veel verhalen van wat er eigenlijk niet klopt. En ik ben natuurlijk ook met die reeks bezig geweest om die andere stem ook te horen. Ja. Ga ik dan aan de zijlijn blijven staan? Of... Ja, dat is moeilijk, hè? Dat, ja. Ah, wel. Ja. Het ding is, het is eigenlijk... Eigen aan mijn soort. Ik heb het in mijn DNA meegekregen. Het is mijn familienaam, Sergeant. Hè. Ja. Om te... Ja, die zijn on the field.
Dat is geen, ik heet niet Ingeborg Korporaal of zo. Of minister. Als je dagelijks te maken hebt met mensen die aan het zoeken zijn om in vertrouwen te leven, hè, van angst naar vertrouwen, ja, heb je alle informatie nodig. Om een beslissing te kunnen nemen. Want als jij dit neemt en niet vanuit angst, maar gewoon en dan nog eens en dan nog eens. Het zit zo in het medische model. Je bent ziek, dus je hebt een pilletje nodig. Ja. Ja, dus al de mensen die depressief zijn in ons land, ah ja, die gaan naar een huisarts. Heel veel mensen krijgen slaapmiddelen of antidepressiva. Nou. Ja, dus daarom heb ik het onderzoek gedaan voor mijn thesis. Dus het effect van meditatie, dus met 60 mensen, hebben dus het hele lichtlichaam ontwaken. Dus die 72 meditaties, dat zijn 72 meditaties, een soort opleiding. En hebben we stoelgang en urineonderzoek gedaan voor en na. En dan gaan kijken, want met een onafhankelijk labo, omdat ik ook zoiets had, ik wil heel graag samenwerken met artsen. Want dat is weer die brug. En ik voel dat die meditatie, en dat is niet alleen die meditatievorm, maar er zijn er heel veel, mij een diepe vervulling brengt. Wat ik zo zocht op het eind van mijn televisiecarrière en gevonden heb in die staat van zijn. Door die meditaties. En wat bleek nu uit ons onderzoek, dat de dopamine significant verhoogt. Maar dat is dus dat diepe geluksgevoel. Ja. Dus daar is nu een psychiater mee bezig om met mijn materiaal, dat ik eigenlijk voor mijn scriptie gevonden heb, om dat nu in haar afstuderen, doctoreren te brengen. Dus het is eigenlijk... Allee, geweldig. Ja. Ja, en we hadden gedacht dat serotonine bijvoorbeeld zou verhogen, of dat er daar... Maar dat was dus niet. Maar dat vond ik ook belangrijk. Want ik vind, als je dus een onderzoek doet, dat je ook vertelt wat niet is. Ja, ja, ja. Dat is eerlijk, ja. En dat je zo transparant mogelijk... Dat was het hele verhaal in onze opleiding. Ja. We hebben heel veel onderzoeken moeten doen. Dat je als een soort toch neutraal onderzoeker daar kan in staan, terwijl ik wel heel betrokken ben. Want daarom had ik zoiets, weet je, ik werk met een labo, want dan is dat onafhankelijk van mij. Maar als je nu hoort dat die mensen die die vaccins ontwikkelen, dat die gewoon een eigen labo hebben, dat is al te bevragen. Ja. Van, ja, en dan, ja, als het dan nog verder gaat, wat is het plan of zo? Mm-hmm. Mogen wij iets weten van jullie plan? En er zijn natuurlijk heel veel vermoedens. En Matthias de Smet had ik een gesprek mee, die professor klinische psychologie, gisteravond. En die zei van hoe staan we hierin? Want ik vind het ook altijd interessant om te horen, hoe kun je hierin staan? Je kan eigenlijk alleen maar vanuit een diepe rust delen hoe het met jou is en wat je van vragen stelt en ook waarom je bepaalde keuzes maakt, en dat even waardevol is als iemand anders die vanuit een hele andere hoek een keuze maakt. Absoluut. Ja, helemaal mee eens. Ja. Ja, en dat wordt toch een beetje de uitnodiging, vind ik, en dat is een beetje een oproep naar de reguliere media, dat ze niet bang hoeven te zijn van een andere stem. Klopt. Van plaats die er gewoon naast. Ja. Er komt veel meer rust als de hele stam gehoord wordt. Ik heb dat ooit nog horen vertellen. Als iemand ziek werd in een stam, dat dan de hele cirkel bij elkaar geroepen werd en alles werd gedeeld. En als iedereen werd gehoord, dat degene die ziek was, kon genezen. Omdat alles in de cirkel gedeeld werd, meegedragen werd. Ja. Zo mooi, hè? Ja. Ja. Ja, ik vind het ook altijd zo leuk. Nou ja, leuk, het valt me altijd op. Ik reageer er al wat anders op. Van, hè, dan ben je ziek en dan vragen de mensen, en ben je weer de oude? Dan zeg ik, gelukkig niet, ik ben nou de nieuwe. Anders, ja, maar je bent niet voor niks ziek geweest om ergens doorheen te komen. En dat is nu natuurlijk ook met die vaccinaties. Ik heb ook mijn gevoel, ik denk dat we op één lijn zitten, maar iemand die het wel wil, wie ben ik om dat tegen te houden? Ja. Dus ik respecteer dat. Want terwijl een heleboel families en vrienden, die vallen uit elkaar. Het lijkt me alleen maar een soort Spaanse inquisitie. Van voor en tegen. En dat kan niet meer samen. Oh, okay. En dat vind ik zo raar. Zelfs in de politiek. Want je kunt tegenstanders zijn op politiek vlak, maar toch vrienden. Ja. Dat vind ik hier ook bij. Ja, ik ben blij dat je het zegt. Want mijn schoonmoeder, die flink in het 90 is,
Die keek zo uit naar het vaccin. Oh, ja. En ik voelde op alle vlakken van, ja, dat is iemand die elk jaar een griepvaccin nam. Oh, ja. En mijn man, ja, die weet heel mijn visie erover, dat dat ja, haaks staat tegenover dat. Maar die zei, het kan ook een placebo voor haar zijn. Ja. Dus dat wat dat mijn job altijd was, hè, en is, hè, yoga, meditatie, ja, maar dat is placebo. Weet je wel, mensen voelen zich beter, maar dat is omdat ze denken dat ze zich beter zullen voelen. Ja, 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 en nu ja. heb ik zoiets, misschien is het vaccin ook wel een placebo voor sommige ja. mensen, ja. dat het dan een soort geruststelling brengt en dat dan, doordat er minder cortisol aangemaakt wordt, dat er meer ontspanning is, dus de immuniteit verbetert. Ja. Dus wie weet, is het, ja, is het voor sommige mensen dan wel zo? Ja, er stond vandaag op de VRT-site, de nieuwsite, van als mensen angstig zijn voor de bijwerking van het vaccin, dan heb je dus kans dat ze die bijwerking ook krijgen. Zo werd het, ja. stond het erop. Ja, ja maar zo, dat is heel ja. apart. Ja, dus, klopt. Het is, ja. we hebben in mijn, want ik heb zo psychologie en psychotherapie tegelijkertijd gaan volgen, ook weer om mijn werk terugbetaalbaar te maken, vooral voor de jongeren die in West-Vlaanderen massaal kiezen voor zelfdoding. Ja. Dus ik had zoiets, ik moet zo, allez, of moet, het is eigenlijk van moeten hoor, het is gewoon van niet anders kunnen. Ja, zijnde precies. van, ik wil heel graag, ik ken de melancholie zo goed als je in je jeugdjaren zoekende bent. Hey, dus dat is mij zo vertrouwd. Zeker als je een beetje fijngevoelig bent of artistiek, ja. dan is dat zo belangrijk, lijkt mij, om dit ook ter harte te nemen. En dus kan ik dan voor die jeugd ook iets misschien betekenen. Hey, dus van daaruit was ook mijn bezorgdheid of ik wou al die studies dan gaan doen. En in een van die studies werd mij gezegd, en ik dacht, oh zalig, dat hoe groter de ingreep, hoe sterker het placebo-verhaal werkt. Dus je kan ook gewoon iemand opereren en niets doen, ja. maar wel opensnijden. Dat is de sterkste vorm natuurlijk. Maar dat die dus kunnen genezen van iets, omdat ze zoiets hebben, ah, nu ben ik geopereerd en nu is, ja. dat, eruit, nu is dat eruit. Ja. Dus zoveel onderzoeken zijn er al geweest. Dus zelfs al zit er niets meer in. Allee, dat is aan de andere kant, inderdaad. Ja, 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 ja. Het lastige stuk vind ik nog altijd dat ik niet alle informatie krijg en dat ik echt wel, doordat er zoveel angst is, het gevoel heb. Het is nog altijd een gevoel, maar ik krijg steeds meer met wat ik lees en zie dat het niet alleen een gevoel is, maar dat het ook effectief zo is. Mm-hmm. Dat niet alles gedeeld wordt en dat vind ik niet netjes. Dat is waar, ja. Dat, ja... Ja, dat is een spijtige zaak. Ja, en dan wil ik wel iedereen aanmoedigen die meer weet, om daar klank aan te geven. Ja. ja. Ik heb natuurlijk voor de media gewerkt, hè, Hans. Ik heb voor de media gewerkt. Hè. Dus als ik daar stond met drie enveloppen, jullie gaan nu op reis, dan zat er in elke envelop Turkije. Want sowieso gingen die mensen naar Turkije, want we hadden al een redacteur klaar, die ging meevliegen. Dus, maar dat is een game. Allee, dat is een spelletje. Tuurlijk, ja. Maar als het dan gaat over journalistiek, ja, vertel. Vertel het allemaal en als je het niet weet, zoek. Ja. En dan moet ik toch zeggen dat Nederland altijd toch een versnelling hoger zit. Bepaalde manier zeker wel, maar op mediavlakken, van heel veel is al in handen van Vlaamse, wat is het ook alweer? Van de eigenaar van heel veel kranten en bepaalde media. Die zit in België. Hè? Dus dat is heel apart. En dat merk je ook wel. Hè? Want het is allemaal een toch eenzijdige journalistiek. Wat de meeste mensen opvalt. Hoe wordt dat aangestuurd eigenlijk? Hè? En dan treden we weer helemaal uit waar we het eigenlijk ook wilden hebben natuurlijk. Want het is natuurlijk al wat heel veel mensen bezighoudt. Hoe probeert de media ons te vormen naar toch één kant? En dat is echt ook de kant van volg ons, hè? Volg volg de regering, volg de overheid. Ja, en er is gewoon een campagne bezig. Hè? Is gewoon, en het wordt ook zo genoemd. Als je een klein beetje zoekwerk doet, de zorgverleners worden opgeleid. En
krijgen ook les, hè, webinars, van hoe ga je om met mensen die zoiets hebben, ja, ik weet het nog niet goed, of met de mensen die twijfelen. Ja. Dus... Ja. Ja, dan worden we vaak, hè, als je er iets over hebt, ja, bijna een dooddoener, vind ik. Hè, we zijn conspiracy-theoristen, hè, dus denk van, terwijl we, ja, als je alles zoekt, hè, er staat natuurlijk in de Bijbel ook van, onderzoekt alles en behoudt het goede. Mm-hmm. Hè, dus dat is natuurlijk voor iedereen, hè, wat is goed voor jou, goed voor mij, dat is voor iedereen weer voor zich. Hè, dus, ik vind ook... Ik denk ook van, hè, dan kom ik weer terug naar jou, blij, hè, de mensen toch blij zijn dat jij er bent. Ja, maar het is een soort lichtbaken ook. Hè, dus ik zit natuurlijk heel anders erin. Ja, ik bedoel, met wat ik doe, dus het organiseren van een heleboel. Hè, want ik had onlangs ook nog een heel leuk interview met Lars Muhl. Hè, dus echt. Die is ook in de evolutie geweest. Hè. Oh, ja, prachtige ja, man. Hè. Ja. Ja, dus dan weer terugkeren naar de evolutie. Maar nu ligt het natuurlijk gedeeltelijk stil, hè, behalve het werk, het mooie de werk. Persoonlijke sessies mogen en we kunnen nog zoomen. En ik heb nu, maar ja, misschien op dit moment wordt weer beslist dat we niet met 10 mensen mogen gaan wandelen. Ja, doe dan die wandelsessies dat vorige week met 10 mocht, wat echt wel weer een groepsbewustzijn meer is. Allee, wat toch altijd, ik werk heel graag met groepen. Omdat dat is dan precies alsof dat we mekaars coachen worden. En dat vind ik zalig. En als er dan zo wat openheid voor is om te luisteren naar elkaar, dat er dan heel veel mogelijk is. Dus ja. De evolutie. Mm-hmm. Ik zit hier op zolder, hè. De zaal is leeg. En, Ja, ik vind het een hele mooie plek hoor. Dus, ik ben natuurlijk een paar keer geweest. Hè. Ook, ik heb nog een rondleiding van je gehad toen het nog een aanbouw was. Hè. Misschien weet je dat nog. Dus, het is ook een mooie bisschopsdreef, dat weet ik nog. Ja, het is een hele bijzondere plek. Ja, het is waar. Ja. Het is echt waar. Ja. Ja. Ik heb ook, als ik er binnenkom, dan is er die shift, dat is zalig. Zo, ik ga zitten en alles is daar. Ja. Zo sterk is het opgeladen of zo. Ja. En het is natuurlijk dankzij Willem Glaudemans die langsgekomen is. Allee, er is daar al heel veel mensen zijn daar gewoon ook komen hun werk doen. Hey, de oneness teachers, enzovoort. Ja. Er zijn heel veel ceremonies geweest. Er is heel veel yoga beoefend, gemediteerd. En we zitten hier nu sinds 2012. En in 2012, ik weet nog dat iedereen dan zei, hey, de wereld gaat vergaan en wij waren net klaar. Ja. Wij waren hier net, hadden we net gebouwd. We gaan beginnen. Hey, de wereld gaat vergaan. Goed. En wanneer gaat dat zustig vergaan? Ah ja, 21 december. Oké. Okay. En ik weet nog dat was full house, want ik heb maar 80 stoelen. Dus er zaten 80 mensen in de zaal. En toen is er wel iets heel fascinerend gebeurd, want ik besefte, we hadden samen gemediteerd, en ik besefte na die meditatie, oei, die mensen zijn precies teleurgesteld. Maar teleurgesteld in, ging dat nu niet het einde zijn of zo? Ja, ja. Maar dat was zo heftig om dat te zien van sommige mensen die met spiritualiteit bezig zijn, hebben soms ook het gevoel, oh, laat ons hier maar weg zijn. En ik heb zoiets, wacht. Het is eigenlijk net hier dat we onze hemel kunnen creëren. Absoluut. Dat we, ik weet nog want ik zag in één keer allemaal schedels zo. Dat ik dacht, die zijn hier echt voor afscheid te nemen. Terwijl ik zoiets had, we zijn hier net geland. Allee, in juni zijn we hier komen wonen, 2012. En nu, die periode tussen 2012 en 2025, heb ik altijd gehoord in de doorgaves, is de periode om te ontwaken. Die poort gaat hier open. Kom aan. We gaan zorg hebben voor alles in ons. Zorg voor alles rondom ons. Het is eigenlijk geen mode meer om te scheiden. Je kan beter gewoon in interactie erbij komen. Dat die ander gewoon een spiegel is van dat wat je in jezelf ook niet accepteert. Of andere waarden. Of laat ons in interactie, laat ons wakker worden. Ja, het is echt de tijd nu. Hè? Want heel veel mensen komen zichzelf nu niet tegen. Ja. Dus we gaan toch zoeken van, wat kan ik hier aan doen? Ik heb zo'n leuk verhaal. Ik heb zo'n leuk verhaal, Hans. Ja, maar ik las het gisteren.
Ik kreeg een boekje van de organisatie waar ik de therapieopleiding heb gevolgd. En Bruno, de directeur, zo'n klein stukje, een verhaaltje dat hij een nieuwe jas wou. Dus hij ging op zoek naar een nieuwe jas en hij zag een leuke jas in de winkel. Dus hij ging binnen en hij zei, mevrouw, mag ik dat eventjes passen? En die mevrouw zei, nee, dat mag niet. Want het is COVID, hè. COVID-19 protocol. Als je dus een jas ziet, moet je hem kopen. En dan kun je hem thuis passen en dan kun je hem eventueel wel terugbrengen. Maar dus, dit zijn de regels. Tak, 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 tak. En die zei, maar ik wil gewoon even voelen of dat hij comfortabel zit. Ik wil de stof voelen. Ik wil... Nee, ga niet. En hij was zo teleurgesteld, dus hij gaat buiten en hij herhaalt de mantra, hier kom ik nooit meer. Hier kom ik nooit meer. He? Zodat hè? En dan, maar hij schreef het heel poëtisch. En dan werd hij uitgenodigd door iemand voor een kopje koffie, waar dat hij dan thuis kwam. En dan voelde hij, ik ben aangeraakt in een stuk dat afgewezen werd. Dus je kan in de boosheid gaan voor het protocol of de regels of mensen die allemaal nu precies champetters zijn in winkels omdat ze het zo goed moeten doen van hun baas, maar dat er zo'n neidigheid hangt in de atmosfeer. Maar hij bracht zo mooi, en dat is voor mij de samenvatting van die therapieopleiding. Ik ben aangeraakt in een zeer oud iets van afwijzing. Ja. En als je dat kan zien, dat alles wat gebeurt ons ergens bij brengt, dan zet je eigen aan het helen en aan het bekrachtigen en ook aan het, ja, aan het zien dat alles, ook deze fase, weer ons uitnodigt om wakker te worden en de oude pijn ook te eren en te helen. Wat mooi. Ja, ik vond het zo mooi, want ik heb hem natuurlijk als directeur daar gekend en met een paar woorden inspireert hij zo. Dus ik dacht, ik ga dat iedereen vertellen. Dus je bent de eerste, Hans. Dankjewel. Ik heb de eer. Ja. Dus, ja, gewoon mooi. Jij geeft ook nog wekelijks een Zoom, meditatie. Of wat geef je dan precies? Wel, nu op dit moment is het vooral ons moreel kompas bijstellen. Zo heb ik het genoemd. Hè. Dus dat is vooral gaan interviewen. Wat dat voor mij nieuw is, hè, want... Eigenlijk ben ik meestal de avonden helemaal aan het begeleiden, maar ik had zoiets, ik wil puur als, ik kan niet anders, hè? Als er zo'n eenzijdig verhaal verteld wordt, ja, dan ga ik toch het andere verhaal wat podium geven. Ja. Dat is natuurlijk voor mensen die al, ja, dit al doorhebben. Dat zijn voor... Maar ik ben wel blij dat die mensen toch samenkomen en verbondenheid voelen, want soms, zeker de mensen die in de zorg gedwongen worden, hè, want ik hoorde van iemand 2 weken geleden die nu moet zetten, ik ben niet gevaccineerd. Het is niet ver meer van een ster, vind ik dan. Ja, ja. Zo, dus dat wordt linkersoep als je dan zo als enige ervoor kiest om te zeggen, ik ga eventjes afwachten of bekijk het even, hè, omdat je dan niet solidair bent en omdat je dan besmettelijk bent. En dan krijgen we... Ja, slechte mensen die uit het systeem moeten, geweerd worden. Ja. Ja. Ik veronderstel, als ik dan kijk naar mijn eigen film, heb ik mijn vaders vader heeft eigenlijk voor de Duitsers gekozen. Okay. Vanuit ook een idee. In West-Vlaanderen was er dus een priester, het waren er meerdere, die zei je moet vechten tegen het communisme. Oh ja. Dus er is daar ook van alles gebeurd. Soms kies je en je kiest voor een kant die, als de geschiedenis dan verteld wordt, de foute kant was. Ja. Een van de eerste, ik heb die nooit gekend, die is gestorven. Ja, die is in de gevangenis dan geraakt, heeft dan glas te eten gekregen. En is gestorven toen mijn vader 14 was. Een schande. Twee jongens en een meisje. Hij was de oudste, hij is direct moeten beginnen werken. En dat heeft natuurlijk ook mijn vader getekend. Maar in elk geval, de eerste keer als ik een meditatie deed rond vergeving, wou ik mijn ex-liefje vergeven, want die heeft me toch wel pijn gedaan. Hè? En er kwam een foto, maar ik kende die persoon wel, want die stond ergens op de boekenkast, maar ik wist niet wie dat is. Die kwam de hele tijd in beeld en ik duwde die de hele tijd weg. Ik ken jou helemaal niet. Ik wil mijn ex-liefje vergeven. Het was niet Stef Bos trouwens, maar nog wat ouder in de geschiedenis. Okay. Maar die foto kwam altijd maar terug. Dus ik zeg, oké, ik vergeef je. Ik weet niet waarom, maar ik vergeef je. Want dat was een foto in vuur, zo echt.
Hey, vroeger was het, je ging naar de hel als je fouten gedaan had. Dus, ja, ja, ja. Dus in het systeem was die ziel in nood, in mijn beleving. Ik heb dan een hele tocht aangevangen, want dat was een soort familiegeheim. Daar werd niet over gesproken. Mijn vader keek wel naar al die programma's, dat wij dachten, gaat hij nu weer zo'n programma kijken van de oorlog? Maar wij begrepen dat niet helemaal, omdat dat niet werd besproken. Tot ik dus begon te vragen, wat is daar gebeurd? In elk geval. Dus de keuze die in mijn familiesysteem gemaakt werd, was een keuze die in de geschiedenisboeken getoond werd als de foute keuze. Dus natuurlijk, ik heb, als ik zo in Lourdes ging voor dat bad, het moment dat ik naar dat bad ging, voelde ik me heel erg Joods. Dus ik heb een stuk in mijn geschiedenis precies connectie met het Joodse. Dus ik geef van het weekend de Jod Healing, en dat is de naam van mijn gids. Mm. En Jod is eigenlijk een Joods. Dus ik kreeg dat binnen. Ik wist helemaal niet wat dat betekende, Jod. Dan ben ik dat gaan opzoeken. Dat is dus die, ja, die Joodse eerste letter van de lichtvonk, de goddelijke vonk. Als begeleiding die mij dus die healingmethode doorgegeven heeft. Okay. Dus, hey. Dus kun je een beetje de puzzel leggen tussen dat je in de juiste familie geboren bent, ja, dat je kan vergeven, want je weet niet altijd het hele verhaal. Dat is waar. En als ik kijk in mijn regressies, heb ik ook wel vaak de vlag gedragen in de eerste linie. En soms ook tegen het geloof van de ander. Want ik dacht dat dit geloof het enig juiste was. Ja. En dus niet diegene aan de andere kant. Dus daarom dat ik ook altijd waak over een vlag. Maar in deze tijd krijg je ook wel de uitnodiging om te zeggen wat je voelt. Mm-hmm. Maar ik wil ook waken over dat de anderen verkeerd zijn. Nu zijn we er. Precies. En daarom is er een stuk, en dat heeft dan ook met mijn natuur ook te maken, om de communicatie op gang te blijven houden. Heel belangrijk. Want communie is eenwording. Als je kan blijven communiceren, kan je blijven de eenheid zien, want het is gewoon de andere kant. Ja. Want de andere kant vindt echt dat we moeten solidair zijn voor al die mensen die sterven. Ja. En natuurlijk, dan zeg ik zo gisteren dan van, ja mensen, we gaan toch moeten vrede vinden met de grootste inwijding op aarde, het sterven. Ik vind dat ook. Ik ben geboren in het sterven. Met het sterven van mijn zusje. Dus alles, ik heb ooit een keer zo, ook zoiets gevoeld dat ik precies mijn skelet voelde van, weet je, als het gedaan is, als het morgen gedaan is, heb je dan alles geleefd vandaag? Dat is een beetje mijn mantra. Ik leef ook eigenlijk wel graag zo. Ik heb niet graag dat er spanning is, want dan heb ik zoiets, kunnen we het vandaag nog openmaken? Want als ik morgen er niet meer ben, vind ik het een gemiste kans. Ja. Dus ik ben wel diegene van harmonie en de Driyoga is ook helemaal geïnspireerd op Gandhi. Dus dat is echt de vrede zoeken. En dat is vaak in communicatie en ook heel de andere kant kunnen zien. En heel veel met vergeving ook te maken. Ter plekke, jezelf en de ander voortdurend. Wauw. En dan, en nu, in deze tijd. Je kan niet anders dan spreken en tegelijkertijd, vanaf dat je iets zegt, bijvoorbeeld gisteren nog over, ja, het is wel belangrijk dat we weten dat we eeuwig leven, hè, en dat we nu en dan een keer incarneren. En ik krijg een hele liefdevolle mail van iemand vandaag die zegt, ja, maar mijn zoon is gestorven. En ik geef zelf yogales en toch deed het pijn de manier waarop je het zei. Okay. Het vanzelfsprekende, ja mensen, we moeten wel kunnen omgaan met sterven, want ja, dat is nu wel de grote inwijding dat ik hoop dat je al doorgemaakt hebt. Dat je weet dat het hier zeer kwetsbaar is en kostbaar, maar dat het zo kan gedaan zijn. En toch voelde ik, ah ja, kijk hoe rap dat je iemand raakt. Ja, hè? Ja. Je raakt iemand, maar dat is dus ook de bedoeling, dat we elkaar raken. Eigenlijk een soort, lichtpuntje eigenlijk. Hè? Wat, het doet soms pijn ook. Hè? Want ik voelde in de mail, ik heb haar pijn gedaan. En ik ben er nu aan bezig om te antwoorden. Maar ik was nog niet helemaal klaar. Maar ik heb zoiets, goed. En?
Het spijt me. Het spijt me. De Ho'oponopono. Vergeef me. Ik dank je en ik hou van je. Ja. En ja, als mijn zoon zou sterven morgen, ga ik misschien door een heel proces waarvan ik nu niet weet hoe het echt voelt. Ja, precies. Ja. Ja, ik heb dat ook al meegemaakt. Hè. Eerst mijn jongere zusje, hè, die is onverwacht overleden op mijn verjaardag. Ik ben met oudjaar jarig. Maar ook mijn jongste zoon is onverwacht ook overleden. Dus ik ken dat ook wel. Hè. Dat zegt, ik denk dat iedere rouw... Ja, mijn zusje, daar heb ik nooit... Vroeger, mijn moeder, die zat helemaal in de emotie. Mijn vader, die was het aan het uitwerken, hè. Werken en dan niet aan denken. En dan was vroeger zo. Maar ja, hè, dus gelukkig kun je tegenwoordig overal terecht om erover te praten. Hè, dus om er wat aan te doen, therapie en zo. Dat, hè, een luchtje hart. Maar ik sloop me helemaal af. Hè, dus dat heb ik de hele tijd gehad. En echt heel veel moeite om mezelf weer terug naar buiten te kunnen brengen. Want ja... Omdat, er zat zo gigantisch veel verdriet. Maar ja. He, dus en ik kan me helemaal voorstellen met jou ook. Hè, van wat, dan je zusje, en daar kwam jij. Hè, dus dezelfde naam. En dat was toch wel wat met je moeder natuurlijk heeft gedaan. Zeker. En met jou ook, hè, als je dat hoort. En, want het gaat heel veel over... I came to heal, hè? Dat is het eerste liedje van Where the Sky Touches the Sea, waar de gratitude ook op staat. I came to heal the sadness of this world. Ja, dat is wat ik kwam doen, hè? Want ik kwam de wonden helen. Moeder was heel blij dat het een meisje was, hè? Want dat is ook soms niet. Hè? Ja. Als mensen wat vervanging... soms is dat dan ook nog een keer anders. En ik weet dat er een Nederlandse dominee, hoe dat die in Menen terechtgekomen is, want mijn ouders woonden toen nog in Menen, want ik ben daar geboren, maar na 6 weken zijn we dan verhuisd, omdat mijn moeder niet meer, want dat was de plek ook waar het ongeluk gebeurd is, voor een winkel. Dus ze konden daar ook niet meer wonen. Maar toen nog in het winkeltje, daar zei een Nederlandse dominee, omdat mijn moeder altijd in het zwart liep, en ja, helemaal in de rouw, tijdens haar zwangerschap, heeft hij gezegd, mevrouw, er is een kindje onderweg. Zo. Oh. Misschien is het tijd om daar ook zorg voor te hebben. Of zo. Maar die had haar wakker gemaakt, op een of andere manier. Maar ik ben heel dankbaar, laat het zeer duidelijk zijn, met dit verhaal, hoor. Ja. Het is een verhaal dat zeer mij enorm geïnspireerd heeft. Mijn leven lang, eigenlijk. En het is een journalist die mij ooit op een dag gezegd heeft in Mechelen op een terras. Weet je wat Ingeborg betekent? Engelbewaarder. Ik viel bijna van mijn stoel, hè? Ik wist het helemaal niet. Dus dat die puzzelstukjes zo allemaal gelegd worden. En tot als mijn moeder, want zij is nu bijna 3 jaar overleden, tot de laatste periode, zelfs bij de dementie, was het nog steeds... Ik ga naar Ingeborgske. Hey, als ze sterft, ga naar Ingeborgske. Ja. Ik zeg, weet Moeke, dat zou kunnen dat die Ingeborgske ook hier zit. Dat ik de Ingeborgske 1 en 2 ben. Zou kunnen. Ja. We hadden daar heel veel over gehad. Hey. Ja, zegt ze, dat zou kunnen. Hey. Ja. Maar dat heeft de doorbraak en dat heeft India mij gebracht. Dat je misschien wel zelfs beide bent. Mm-hmm. En in het grote beeld zijn we alles. Ja. Allee, dat maakte het ook weer... En Glaudemans vind ik in zijn boek rond die verschillende fases na dit leven, vind ik ook heel, heel helend. Ik geef daar vaak cursussen rond zijn die inwijdingen die we als ziel meemaken na dit leven. En als je kijkt, ik vind dat we het hier ook meemaken. Ja. Ja, iedere keer als er iets heel... ons door een poort stuwt of zo... Ik vind het zo mooi dat je daarnet zei van, ben je weer de oude na zo'n ziekte? Hè, ik ben een nieuwe. Ja. Ja. Ja, maar het is toch ook zo, hè? Want dan vind ik hetzelfde van, als er ergens wel hetzelfde, er is ergens oorlog en iedereen van in een bepaald land
En iedereen is aan het visualiseren, aan het mediteren op het laten vrede zijn. Maar dan ontneem je een heleboel. Hè? Van, je ontneemt de ervaring, hè? Het karma eigenlijk. Hè? Zelfs als hè, van, tegen een kind zeg je niet aan die kachel komen, want die is heet, dat verbrandt je. Maar het kind weet helemaal niet hoor, wat heet is. Hè? En van, nou ja, het is natuurlijk vreselijk om als ouder te zien dat het kind toch aan die kachel gaat zitten, maar dan blijft het er altijd van af. Ja. Ja, dus en hetzelfde van als iemand kanker heeft, van oh, ik wens zo dat je gauw weer geneest. Maar is dat ook de bedoeling? Het is eigenlijk soms keihard, ja, maar ook weer heel mooi. Ja, ik heb hier een mevrouw gehad en die was zo ontroerend, die mee in een cursus zat, maar die eigenlijk dan de cursus heeft gemaakt. En het was voor de tweede keer hervallen met kanker. En ze was plots erachter gekomen dat ze altijd vocht. Hè, zoals nu een beetje met COVID. We vechten tegen het virus. Ja, hè, ja. We vechten tegen de kanker. En zij had contact gemaakt ermee, maar vanuit, ik ga eens in overgave. Ik ga eens echt die vriendschap sluiten. Maar toen ze dat realiseerde door haar innerlijk werk, 2 weken later had ze dan voor een test gekomen en dat was allemaal weg. Dus ze was hervallen, maar het was weg. En ze zei echt, ze heeft het voelen shiften, want het was helemaal niet met de bedoeling dat het weg was. Dat was het net. Dus ze wou helemaal die kanker niet meer weg, want ze had zoiets, ja, ik heb al zoveel gestreden, ik ga nu misschien gewoon een keer vrede ermee vinden. Maar ja, niet als een gedachte idee, maar een beleving. En vanuit die beleving was er iets geshift, maar was het dan ook fysiek zichtbaar gebleken? Ja. En, ja. Maar ze vertelde het op een hele mooie manier. Dat ik weet, die dag was dat een cadeau voor iedereen die daar was. Zo'n waarachtige getuigenis. Goh, geweldig. Ja. 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 Dus we hebben nog wat werk met ons virus, hè? Ja, hè? Zeg maar wel. Ja, dus, ja. Ja, dat is echt... Gaan we het vernietigen of gaan we kijken wat het ons komt vertellen? Ja, voor mij is het wat het ons komt vertellen. He, dus ja. Ja, toch wel. En, het is er niet voor niks, maar ja, ik kan het ook niet ontkennen dat het er is. Hè? Dus er zijn er ook geen mensen. Dus, ja, maar ja, jouw centrum. Hè? Hoe kunnen de mensen jou vinden, hè? Op jouw website? Ja, dus ik heb een paar kanaaltjes. Ja, ik moet ermee lachen, want ik had nooit gedacht dat ik op Instagram ging zitten. Okay. Bij Instagram is puur, dat is zo mijn blije momentjes delen. Hè? Dus dat is één. Ja, dat is gewoon mooi. Ja. Via Ingeborg TM Sergeant. Dus als er iets is, dan laat ik dat wel eens weten via die weg. Ik vind dat de makkelijkste weg, want ik ben iemand die niet op Facebook zit eigenlijk. Oh, okay. Dus ik heb Instagram ergens een keer ontdekt. En ik dacht, ah, oh, dat is eigenlijk tof, want daar is ook een soort verbinding, maar een zeer vrijblijvende verbinding. Dat is mooi. En dan, ja, en dan heb je Facebook, dus de evolutie. Maar daar hou ik mezelf niet zo mee bezig, maar Ellen doet dat hier van ons kantoor. Ja. Als er iets te doen is, dan zie je dat daar wel eens verschijnen. Maar eigenlijk zijn wij de ouderwetse stijl, namelijk evolutie.ws of ingeborg.ws. Daar zie je eigenlijk de hele achtergrond, het aanbod van onze gastdocenten ook. Dag na dag wat er te doen is. Ja. Dat is niet zo heel veel nu. Maar ik blijf toch wel... ik heb zo toch wel wat weekends. En ik moet zeggen, ik had heel veel weerstand tegen dit. En ik moet zeggen, ik vind dat dat op zich veel beter meevalt dan dat ik gedacht had. Mm-hmm. Mooi, hè? Want we hebben zo een weekend gehad, radicale aanvaarding, waren we met 5 mensen. Het was een heel klein groepje, plots. Denk ik, oh, zo heel intiem. Ja? Maar het was echt intiem. Ja. Want we waren echt bij elkaar thuis. En we konden wel elkaar horen en voelen. En dus wat ik... Ja, ik moet daar dan ook weer in evolueren. Zo van, dit is ook een mogelijkheid. Mm-hmm. Is het mijn favoriete mogelijkheid? Niet altijd. Maar het is niet dat het niet kan of zo. Daar ben ik toch ook wel wat in gegroeid. Dus, de site, zie je alles wat ik eigenlijk uitspook. Ja. Op onze site, dat is ingeborg.ws. Want er had een Nederlander mijn site opgekocht. Ingeborg.be, weet je dat? Oh ja. Nee. Hij vroeg er heel veel geld voor. Dat is een slimme Nederlander. Oh, wat erg, hè? Ja, ja, dus dan heb ik .ws maar genomen in plaats van .be. En evolutie ook, evolutie.ws.
En dan, ja, eigenlijk dat is het. Ja. Langs die weg vind je eigenlijk het makkelijkst waar ik ben. Het is overzichtelijk, hè? Ja, ik kan het allemaal zien, hè? De meditatie-cd's, hè? Dat is ook leuk, het elfje. Ja, dat vind ik leuk, hè? Dus, ja, ik heb ook wel Beyond Religion, die heb ik van jou. Ik heb er ook nog één, ja. Dus volgens mij weer The Sky Touches the Sea. Ja, dus daar ben ik heel, mooi, heel blij mee. Mooie titels, hè? Mooie titels, ja. Where the Sky Touches the Sea. Ja. Ik had zoiets, ik moet een titel hebben voor de cd die je alleen maar traag kunt uitspreken. Ja. En dat blijft hangen, hè? Ja. Where the Sky Touches the Sea. En het is die... Voor mij zit daar, als we nu ook in ons gesprek... Ik hoop altijd dat mensen dat voelen wat niet benoemd is. Ja. Ja. Voor mij is dat die sfeer tussen... Where the sky touches the sea, wat hebben we niet gezegd, maar hebben mensen misschien wel gevoeld of zo. Ja, ja, dat is een... ja. Dat vind ik mooi. Ja. En je hebt ook nog wat boeken geschreven, hè? Dus het antwoord. Wat ik ook mooi vind, het effect van meditatie. Het effect van meditatie. Ja. Ja, en natuurlijk het elfje, hè? Wat ik al van de cd al zei. Dus, ja, het effect van meditatie. Dus ja, er zijn de... Met de transcendente meditatie. Hè? Die laten dat vaak als ze met een stel aantal mensen samen mediteren vaak. Ook de criminaliteit eromheen. Dat laten ze vaak ook meten. Hè? Dat zakt ook vaak. Hè? Ik heb ook wel op mijn Facebook. Ik zet wel op Facebook, een flink ook. Ook wel gezet van meditatie is de beste medicatie. En ja. Dat vond ik wel leuk. Ja, en dat er, allee, dat staat in het effect van meditatie, mijn diep verlangen, dat mensen, als ze eventjes een dip hebben, of dat niet meteen verdoofd wordt. Ja. Omdat daar zoveel kansen zitten en er zijn mensen die kunnen meewandelen. Juist. Zeker in die mogelijkheid die daar op dat moment is eigenlijk. Maar als je dan gaat dicht met ze terug, is het eigenlijk zo spijtig. Om niet te zeggen zonde. Hey, maar ik weet nu dat zonde daarvan komt. Zonde is helemaal niet zo zwaar als mensen denken. Het is gewoon spijtig. Precies. Oh, zonde dat je er niet bij was, Hans. We hadden hier een leuke barbecue vorig weekend. Het is toch zonde dat je er niet bij was. Voor mij is dat het verhaal. Het is gewoon spijtig dat we iets niet gezien hebben. Of iets niet helemaal begrepen hebben. Zo, weet je wel? Ja. Het moment dat ik dat door had, kwam er ook wel heling rond mijn geschiedenis daar. Nou ja. Mooi, ja. Want de katholieken kunnen wel wat goed van door mijn schuld en zonde. Ja, maar hier, ik ben niet waardig. Hè? Dan stel je het ook zo. Hè? Dus, en terwijl alles is gelijk. Hè? Ja. Anders kun je het niet bereiken. Toch is dat zo. Hè? Ja. Dat, tenminste voor mij. Ja. Ja. Weet je, als ik dat nog een keer meemaak, want soms moet ik wel nog een keer zo ergens naartoe. Ik heb ook tegen onze zoon, die zijn eerste communie wel wou doen, gezegd, die tekst moet je veranderen. Het moet niet per se heel luid op zijn, maar gewoon, laat mij het waard zijn. Ik ben het waard. Geweldig. Hey? Dus dat je die beweging maakt om... Ja. Het schijnt volgens Eckhart Tolle de grootste schaduw op aarde. De lage eigenwaarde. Ja, ja. Ja, maar daarmee kun je de mensen ook leiden. Hè? Altijd meenemen. Dat was natuurlijk de kerk altijd al. Hè? Dus dat ze er ook zoveel uit de Bijbel hebben gehaald. Hè? De reïncarnatie. Ja, dat zie je natuurlijk in de Dode Zee rollen en zo. Hè? Zijn ook niet voor niks gevonden natuurlijk. Hè? En nu weer een stuk onlangs nog weer. Dat ik ook dacht, ik wil wel weten wat erin staat. Ja, precies. Ja. Allee, maar onze bisschop heeft toch iets geprobeerd, hè? Onze Bonnie. Allee, ik had er wel zoiets mee, denk ik, goed... dat hij een signaal geeft. Allee. Ja, dat is waar. Ja, heel erg goed. Hè. En, wat de paus dan uit Rome dan zegt. En toch, ik had er zoveel van verwacht. Hè. Tju toch. Ja, onze Franciscus. Maar nee, de structuur of de hiërarchie of het hele systeem. Eromheen, ja. Ah. Ja. Ja, maar ja, wie weet, komt het nog op een... volgende paus, als er maar eentje komt, hè, hierna. Dus, er is een kerk in
in Italië, waar al de pauskoppen ook hangen. Maar er was nog plaats voor maar een paar. Hè? Dus, en dan zou ik waarschijnlijk ophouden. Ja. Dus ja, ik weet niet wat ik... Ja, dat was wel mooi. Je hebt het ook nog ooit ergens gehoord in doorgaves zo. Van ja, dat er nieuwe vormen moeten komen dan. Ja. Ja, omdat, ik moet wel zeggen, ik heb er iets mee. Ja, het zal wel geen toeval zijn. Hè? Ook hoor. Ja. Omdat er, het is vooral via India eigenlijk, via die traditie, dat ik weer onze rituelen met de wierook en het water. Ah en, ja. Allee, het zit ook wel in onze geschiedenis. Ja, zo. Ja. Ja, ik ben vroeger wel vaak, was in Nederland ook de Vrijkatholieke Kerk. Hè? Dat is eigenlijk onder Deadbeater, is dat, meer. Dat is meer richting Krishnamurti. Ja? Van, was Andy Bassant en Leadbeater. In India. Ook de ontdekking van de bekende Krishnamurti. Ja. Leadbeater, dat was geloof ik zijn of haar partner, hè, van Andy Bassant. Die is toen met de Vrijkatholieke Kerk begonnen. Waar de priesters gewoon kunnen trouwen. En waar zijn ze enorm ook bezig met het ritueel. Ja. Meer dan de katholieke kerk. Dus echt heel mooi om mee te maken. Hoor. Dus, het is krachtig. Hè? Allee, ja. En als dat ook weer allemaal verdwijnt. Allee, dus, ja. Maar goed, dan komt er weer iets anders. Dat is waar. Volgens mij kunnen we uren praten, hè, Ingeborg? Ja. Ik zag ook net dat Ellen een berichtje gestuurd heeft, maar ik denk dat ze gewoon stuurt, ik ben weg. Ja. Maar goed, ik wil je hartelijk danken voor, denk je wel, af kunnen sluiten. Hè? Dus dat was mijn waar genoegen. Hè? Dus dank je wel in ieder geval. Dank je wel. Ik wens je een fijne dag. Dat is goed, Hans. Ga je nog wel knippen of ga je dit integraal uitsturen? Dan zullen we er samen nog eventjes kijken. Hè? Dus, okay. Dat is goed. Dus ook aan jou, hè, wat je goed vindt. En, kun je me, heb je hem uitgezet? Ik ga het uitzetten.